Daar zit u dan, in het ziekenhuis. Misschien voor uzelf, misschien voor uw dierbaren. Goedemiddag mevrouw Vellinga, daar ben ik weer. Ik heb voor u nieuwe tabletten. Vaak krijgt u in het ziekenhuis nieuwe medicijnen. Maar welke medicijnen krijgt u? En kan dat allemaal wel samen? Kan ik deze bij mijn huidige medicijnen gebruiken? Want het is weer iets nieuws, hè? Wacht, hiervoor moeten we even terug. Goedemiddag, met Fatma Karapinar, ziekenhuisapotheker. Nog voor de behandeling zorgen de apotheker en zijn team er samen met de artsen voor dat patiënten goed en veilig hun medicatie krijgen. Maar ze kregen ook een ander geneesmiddel. Achter de schermen wordt uw medicijngebruik dus goed in de gaten gehouden door de apothekers van het ziekenhuis. Als apotheker van het ziekenhuis adviseer ik dokters, verpleegkundigen en patiënten over hun medicatie. Oké, en op welke afdeling ligt deze patiënt? Voor sommige geneesmiddelen kan het zijn dat de dosis te laag is. Dan werkt het geneesmiddel niet voldoende. Voor andere geneesmiddelen kan het zijn dat de dosis juist te hoog is. En dan kan het medicijn schade veroorzaken. Het kan ook zijn dat het geneesmiddel niet goed past bij de aandoeningen die iemand al heeft. Denk bijvoorbeeld aan een verminderde nierfunctie of een verminderde leverfunctie. Tot slot kan het zijn dat een patiënt bijwerkingen ervaart en dat we op basis van die bijwerkingen kijken wat we zouden kunnen doen en wat een alternatief geneesmiddel zou kunnen zijn. Als patiënt maakt u afspraken met de arts over uw medicijngebruik. Maar gebruikt u de medicijnen daarna wel op de juiste manier? Uit onderzoek blijkt dat 30 tot zelfs 60% van de mensen niet slaagt de medicijnen te gebruiken zoals afgesproken. De apotheker van het ziekenhuis kan u hierin ondersteunen. Blijf niet met uw vragen rondlopen, maar stel ze aan uw arts of apotheker.